Yo mensen, Jaroski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de campaign van Call of Duty in Modern Warfare 3. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer waren we op zoek naar Makarov. En wie treffen we aan in het konvooi? Shepard. Wij hebben hem een keuze gegeven. Of je kleert iedereen zijn naam, je doet het goede, of je vriest hier tot je dood. Hij heeft gekozen om het goede te doen, maar of hij zijn woord gaat naleven, dat weten we niet. En daar gaan we nu achter komen. Dus heb je er weer zin in? Ram er natuurlijk keihard blij om straks super gaaf vinden. Bedankt allemaal voor het inzoomen, bedankt allemaal voor de support. En dan gaan we nu verder waar we gebleven waren. Alright, General, what have you got? Makarov aims to finish what he started in Verdansk. He's ordered Kony to strike the Gora Dam at nightfall. Uh-oh. The dam, it'll wash away the whole sea. Countless lives will be lost. If he follows the playbook, he'll pin it on Farrah in the west. Unless we stop it. You handle the dam. Alex and my soldiers tracked Kony to an airstrip in northern Urzikstan. We believe it's Makarov's forward operating base. I'll be heading up an assault there in the morning. Your forces can't go it alone. They won't. Shadow will provide air support. We can't let Grazerine fire danger close to firing the troops. I trust Shadow overhead. You told me to put Graves on a leash, and that's what I'm gonna do. Keep it real short, General. You really do want to win. You're damn right I do. Guys and I deploy with fire. Soap and Ghost take the dam. Rog. Nick will provide transport. I'll put a Predator up for eyes. Don't get compromised. We won't, sir. Keep your guard up and stay sharp. Good luck, everyone. Dankjewel, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. Het doel is duidelijk. Makarov wil de dam gaan opblazen. En het is ons doel om 4 bommen te vinden en te defusen, zodat zijn plannetje niet door kan gaan. En oh, zien jullie wat ik zie? Er staat hier al een sniper. Maar gelukkig kunnen we die uitschakelen. En wil ik dit eigenlijk stilletjes gaan doen? Het probleem is alleen dat dat never ever gaat lukken. En we gaan het dus ook niet voor. Bim! Die zijn allemaal kapot. Maar let op hoor. Oh, aan de andere kant. Die is neer. Maar dan moet er meer lopen hoor. Dus ogen open. Goed blijven opletten. Want waar, oh waar, zitten ze allemaal? Oh, andere kant van het dak. Ik zie hem. En de eerste bom moet hier zijn. En ik hoor ze al praten hier, aan de rechterkant. Sweeping through the gatehouse. Copy. Got a bomb in the gatehouse. Copy 07. Ik heb de eerste bom gevonden hoor. Ik heb nog 3 kogels. Zit er nog iemand? Ja. En oh, 3 kogels waren niet genoeg voor hem. Maar 7 wel. De eerste bom is dismanteld. Gatehouse clear. Maar we hebben er nog 3 in totaal te gaan en oh. Dat is het mooiste even niet, hè? Makarov's gonna poison the water supply. Doe mijn best. Moet ook snel te werk gaan, maar ik wil ook goed spotten voordat we ergens naar binnen springen. Want als we echt recht vijandige troepen ingaan, dan hebben we wel een groot probleem. Ik zie er heel veel op de brug rennen. Het is jammer dat we nu geen sniper hebben. Maar deze scope werkt heel goed. En oh, zie je hem?
Ik er wel. Loopt er nog een ergens op de weg of ergens tegenover ons? Weet je wat? Er moet een bom hier onder ons zitten. Dus ik ga er gewoon... Oeh, pas op. Ik ga er gewoon voor. Ik zie er hier nog een paar. Met een sandgun zelfs. Kom maar naar boven, kom maar naar boven. Dankjewel. Waar, oh waar is die bom? Hij moet hier ergens staan. Het kan ook zo zijn dat hij hieronder staat natuurlijk. Dus ik denk dat ik een verdieping naar beneden moet. Ik moet reloaden. Ik zie ze erachter ook lopen hoor, meerdere. Er komt ook een auto aan zoals je hoort achter ons. We hebben hier gelukkig wat armor plates, die kan ik snel aandoen. Ook wat nieuwe ammo. En hier staat de volgende bom. Kijk uit. Weet je wat, ik defuse hem snel, dan hebben we dat gehad. En dan is dat nummer 2. Snel doorlopen. En helikopters, doe even normaal hoor. Uh-oh. Dat is wel een probleem. Ik gooi de granaat op zichzelf, dat vinden we niet erg. Ze komen uit die helikopter, zag je net. De volgende bom heb ik al gevonden, maar ik moet eerst even zijn troep uitschakelen voordat we door kunnen. Kijk, we hebben ze snel. Defuse dat ding. Go, 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 go. Let's go. Snel weg, jongens. Gooi granaatbos. Een klein stukje naar achter toe. En dan hebben we nog één bom te gaan. Hier hebben we ze zeker allemaal. Niemand meer. De laatste bom. Die centricus staat nog aan. Oei. De laatste bom ligt in het water, of? Op het eilandje. Ik ga toch even onder water kijken. Oh, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Volgens mij staat hij hier. Jazeker. Defusen. En dan zijn ze allemaal uitgeschakeld. What you want, spillway is clear. All bomb sites disarmed. We're good up top. Reservoir is secure. If you're asked, Nick, we got cargo to load. Nikolai die komt eraan. Maar ze gaan wel eerst soap ophalen en daarna pas ons. Dus hier zit niemand. En de exfil is helemaal aan de andere kant. Nu kunnen we dat ook heel makkelijk doen. Door er gewoon naartoe te scheuren. Zo'n klein beetje lastig manoeuvreren. Maar we hebben hier goede koffer in. We moeten alleen oppassen voor claimers op de weg. Dan gaan we het namelijk niet overleven. Maar zolang we geen rode lasers zien, is alles onder controle. En scheuren we er gewoon langs. Uh-oh. Dan maar op die manier hoor. Ik zag ze helemaal niet lopen, hè. Hier is de exfil. We staan op de juiste plek. Ik krijg hem allemaal over ze heen. Daar komt hij aan, hoor. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Ik hoor mensen. Ja, hoor. Dat dacht ik al. We krijgen gelukkig wat cover fire van de helikopters. Maar kijk uit, hoor. Dat ging bijna fout. Hij kan pas landen als iedereen hier weg is geruimd. Snel, 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 snel. Naar beneden. Naar beneden.
En we gaan ervoor, let's go! Dank u wel, jongens! Hoe sneller we hier weg zijn, hoe beter. Woe! Ghost and Soap prevented a disaster at the dam. They stopped Makarov. You need to do the same. With Farah and Alex, we will. You and Graves are on the same team, John. Don't forget that. Oh, I don't forget anything. Looking good, boys. We are a go for pre-check. We're a go for pre-check. Mag Graves zo niet, hè? Echt een lul. Yeah. We ready to rumble? This is a joint operation. ULF, 141 and Shadow. Together as one. Geef er geen handkes. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Bij jezelf blijven. Together as one. You sure? Nee. If we don't, we lose. We moeten samenwerken om Makarov te stoppen. Dus we hebben geen keuze meer. Een handje geven, dat hoort daar niet bij. Alles stijgt op. Waaronder ook deze van Ferdy, de Buffalo en alles wat we nodig hebben. Shadow to Gold Eagle, candle is lit. Don't get him, Shadow. Gold Eagle Actual, Shadow 1 is on station. Shadow 1, ground team is at Rally Point Boneyard. You'll provide air cover while they locate the chemicals and hunt down Makarov. Copy, Actual. Shadow 1, ground team is holding at RP Boneyard to the west. We're marked with IR strobes. Call visual. Copy, stand by. Gunner, confirm visual on the ground team. Copy visual. Marking. Ground team, we have visual on you. Copy. Our target's at the two hangars. We move on your signal. Marking threats in the boneyard. Ground, hold position. We'll clear the area. Gunner, lay down cover fire. Take out those threats. Duidelijk. Wij moeten support bieden voor de troep op de grond. En dat doen wij in onze AC-130. Dus heel veel gaan de troepen daar niet kunnen doen hier tegen. Dit komt hard naar beneden namelijk. En... Yo, gespot! We gaan ervoor! Er staat een SAM-turret hier, dus die moeten we zo snel mogelijk uitschakelen. Maar nu terug naar de persoon op de grond. Booster 1 door. En zo, die overleeft het. Wat een gekkie. Die zijn ook neer in de toren. En ze komen via de andere kant, zien ze. Echt goed blijven spotten hierin, hoor. Copy that. We're moving up. Cover him, Shadow. Copy, Actual. Ik zie ze. Pushing in from the south. Marking. Die was heel mooi. Dank u, dank u. Ik weet niet waar dat vliegtuig op stijgt. Ho, ik zie hem. Kapot. Er liggen chemical warheads in deze hangars, dus we mogen niet zomaar naar binnen schieten. Dus we moeten wel goed opletten waar we ook schieten, maar hier is raak. En er komen er echt heel veel aan nu, let op hoor. Gaat goed. Duidelijk, duidelijk, duidelijk. Niet op de hangar schieten. Er staan er twee.
threats coming out of those structures to south side of the base. Mark, Gunner, do not let Cody get near that hangar. See it. RPG located. Tower, south of Hangar 1. Ze komen met heel veel nu hoor. De raket is nog aan het reloaden, dus ik kan die heel even niet gebruiken nu. Dit zijn er echt heel veel. We kunnen weer. Niet te dichtbij gooien bij de hangar. Perfect. Ze vertrouwen ons niet voor niets. Nu gaat het nog goed. Geen chemicals in hangar 1. Dan zullen ze nu door gaan pushen naar hangar 2 en... Wow, er komt mortar aan. Ik zie hem. Kijk uit, er komt nog eentje aan. Oh, joh, die ging net naast ze. Yes, sir. Down. All stations, hangar 2 is clear. Be advised, we've located the chemical. Makarov. Negative, he's not here. Could be close. Ground neutralize those chemicals. Shadow, maintain overwatch. Keep the ground team secure till the job's done. Copy that, Gold Eagle. All stations, be advised. Intel's picking up Coney communications from off base. They're scrambling armored vehicles and reinforcements. Uh-oh. Expect heavy contact. Duidelijk. Copy that, actual. Enemy tank, north side of the base. North side. Do not let that tank destroy those chemicals. Gespot. Gunner, you heard the general. Eliminate that tank. Drop a missile on that fucker. Dat ding is sterk, joh. Maar niet sterk genoeg, dankjewel. Good. Hate those fucking things. Enemy vehicle to the north. Copy. Marking. Gunner, target those vehicles. We're pushing to hangar 2. Schakel eerst deze even uit. Er moet ergens een voertuig vandaan komen. Maar ik heb nog niet gezien waar. Oh, ik zie de helikopter. Dit gaat moeilijk worden. De eerste helikopter. Die gaat er op die manier aan. En de tweede. Gaat het niet overleven. Zo, die was snel, jullie gek. Ik heb de flares gelanceerd. Oh, ze schieten nu ook vanaf hier op ons. Ze hebben ons dus wel door, want we moeten nu onze flares gaan gebruiken. En tegelijkertijd moeten we ook de troepen in de grond in de gaten houden. Ik moet flares gebruiken. Ik heb hem gespot. De missile is nog aan het reloaden. Ja, hij is nu gereload. Let's go. Daar komt ie. Er komen er heel veel. Uh-oh. Ik hoor het. Daar gaat hij. Oké, die is kapot. Heel even met het 25 mm schieten, want ze staan nu wel heel dichtbij. Er komen er echt belachelijk veel, man. Die gaat wel raak, hoeven niet meer naar te kijken. Makarov is dus hier aanwezig. Northeast, dat is hier. Ik zie hem.
Ik denk niet dat ik die bij kan houden. Die gaat snel. Ik zie het. Wacht op die missiles reload nu. We moeten er nu voor gaan. Dit is onze enige kans. En die is voorraak. Is die down? Ja hoor. Hoi, hoi, hoi. Was dat al het einde van Makarov? Ze zeggen dat Makarov in die helikopter zat. Maar we gaan nu de chemicals opblazen. Good effect. Hangar's down. That's how we get her done, Shadows. So it's been done, you Vladimir. En dan hebben we dat uitstekend gedaan. Three things you cannot outrun in this world, folks. Death, taxes, and me. Pleasure doing business with you boys and girls. Oh, waarom gaat hij daarmee naar buiten? Roger that, Shadow. That's some big league work out there. Blue sky, son. Appreciate the assist, Shadow. Six to all stations. That kill is not confirmed. I say again, that kill is not confirmed. We need to search the site for PID on Makarov. Gold Eagle Actual to all stations. Your orders are to stand down. We got seven fire and brimstone out there, and that's all the confirmation we need. Nee. Go for six. It's over, John. We nailed that bastard to hell and gone. Yeah, that's what we said about your little shadow graves, yeah? Makarov's dead, Captain. Don't let him live inside your head. Eagle out. Hoe weet hij zo zeker dat Makarov in die helikopter zat? Shepard only sees what he wants. His name on a win, another medal on his chest. What do you see? It's what I don't see that worries me. If he is alive, he'll let us know. Where and when? That's the question. Daar hebben ze zeker gelijk in. Als Makarov nog leeft en als hij niet aanwezig was in de helikopter, dan gaat hij het ons 100% laten weten door middel van een andere aanval. En met die cliffhanger ga ik hierbij deze aflevering weer afsluiten. We zijn bijna klaar met de campaign, dus heb je ervan genoten? Ram er natuurlijk uit en blijkt op zak super gaaf vinden. En we zijn zo snel mogelijk weer terug met het vervolg van Call of Duty Modern Warfare 3. Dus tot de volgende keer. Bye bye mensen.